Hallo mensen van Gamersbe, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag gaan we een quiz doen en niet zomaar een quiz, een quiz over wie is de mol als wie is de mol fan. Ben ik heel benieuwd wat ik allemaal kan noemen. Dit is een quiz waarin je dus alle kandidaten moet noemen. Nou, um, ik heb hem op stopwatch gezet, dus we gaan gewoon net zo lang door totdat ik zeg van, ah help, ik weet het niet meer. Ja, dus dat. En uh, ik zou zeggen, let's go. Oké, okay, we beginnen met Tim. Hofman. Oh, je moet echt. Oké, okay, je moet echt op. Op um, volg worden. Oké, okay, dat is echt fucking kut. Uh, Mark Marie. Had hij niet gewonnen, Mark Marie? Ja, oké. Okay. Uh, wie was toen de mol? Uh, dit Deze mol weet ik wel. Dat is. Hoe heet ze? Uh, Milushka. Alleen ik weet niet hoe je het schrijft. Milushka? Frick. Misschien was dat ook niet 2007. Oké, okay, de, deze mol weet ik wel. Dat was volgens mij Suzanne. Suzanne? Nee, niet? Was dat winnaar toen, Suzanne? Of was het. De, of was het te... Nee, nu ben ik in de war. Oké, okay, oké, okay, wacht. 2008, die weet ik sowieso, want dat was Dennis Wenink. 2009, niet de mol. Uh, John van Eert? Ja? Oké, okay, 2010 was dat Art. Oh nee, toen was de winnaar Rooiakkers. Dat was dan. Was dat. Oh wauw, dit. Voor mij is dit echt lastig. Dit is de... was dan Frits. Nee, dan was het niet Frits dan. Ik weet, ik weet die naam niet meer. Eh, uh, kutsooi. Was dit dan Suzanne? Ah, uh, dat was Suzanne Visser, oké. Okay. Uh, dit was natuurlijk Klaas van Kruijsen, want daar was zoveel gedoe over. Klaas. Was dat eerder of later? Wat klaar. Oké, okay, dan weten we hier... Eerste afvaller weet ik niet. Ellie Lust zal wel de vijfde of zo zijn. Ellie... Ellie Lust? Nee. Was die eerder? Ellie Lust? Ik weet ook niet hoe je haar schrijft. Ellie Lust? Nee. Lust. Nee, shit. Een winnaar. Um, je had Annemieke, volgens mij Tim Hofman natuurlijk. En Annemieke had toen verloren. Annemieke. For some reason heb ik dat seizoen nog best wel goed in mijn hoofd. De rest weet ik eventjes niet. 2022, die zou makkelijk moeten zijn, want dat is natuurlijk Everon. Winnaar was dat Fresia? Ja, was Fresia. Uh, eerste afvaller was Glen Faria. Glen met dubbel N. Gwen? Wat, hoe heet die guy? Ik dacht echt dat het Glen was of zo. Ik word genaaid. Volgens mij was dit ook een Suzanne? Nee. Eerste afvaller. Dat weet ik al niet eens meer, joh. Wat, wat erg. Ik weet, redelijk laat was. Uh, Thomas zat er redelijk lang in. Thomas. Ik ga gewoon overal Thomas invullen. Want die weet ik zeker. <laughs> voelt zo dom. Thomas, was die zo laat dan nog? Ja, oh, Thomas was zo laat. Oh. Hier hebben we natuurlijk kim Lian. Mijn meest gehate uh, karakter. Nee. Nee, ik vond haar echt niet leuk. Maar. Het ze... Ik kan er ook niks aan doen. Dan hebben we. Oh, hoe heet die? Sahil. Sahil is er ook nog best lang ingebleven. Niet zo lang. Dan is hij nummer 5, denk ik eerder. Sahil. Sahil. Ja. Uh, wie hadden we toen nog meer? Wijmoed. 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 Hoe heet zij? Uh, Welmoed was het. Welmoed. Welmoed. Nee, die was later dan. Welmoed. Welmoud. Ik, ik weet ook niet hoe je haar, haar naam schrijft. Kutzooi. Ja, dit vind ik kut. Was zij zo laat? Nee, zij was redelijk vroeg, kan ik me nog herinneren. Welmoed. Ja, oh. Derde het was precies degene die ik heb overgezagd, tuurlijk. Um, ja, dan hebben we hier de mol is natuurlijk Dave. Waar heette die niet, Dave? Hoe heet die cowboy guy? Of was dat dan hier Dave? Of geen Dave? Oké. Okay. Hier weten we natuurlijk Jeroen Kijk in de vechten. Uh, winnaar. Was dat niet Nicky uiteindelijk? Ik weet dat Nicky, Nicky de jager, ja. Verliezend via, uh, Peggy. Peggy. 18. Nee. Um, Patrick. Die heeft er ook namelijk heel lang in gezeten, weet ik nog. Patrick. Wat? Hoe heet die? Pa Patrick Martens. Maar hoe schrijf je zijn naam? Oké. Okay. Was hij hier zo vroeg uit? What the freak, dat kan ik me echt niet herinneren. Eerste afval, Ja, dat was ook Nicky de Jager, maar die bleef er toen in. Weet ik nog. Glenn was dus de tweede aflevering. Dan was dit waarschijnlijk Suzanne. Of. Nee, zij heette geen Suzanne. Uh, want hij had natuurlijk die. Hier was niks. De eerste aflevering was geen. Nee, nee, want dat maakt niet uit, want dat heb je hier ook niet. Dit was iets van Dave of zo. Winnaar, dat was die. Oh, wait, die guy, die voetballer. Nathan. Was dat dan verliezend? Finalist, Nathan? Nathan Rutjes, ja, oké. Okay. Hoe ben ik zo. Hoe weet ik zo weinig? 2009, ik weet. Was winnaar. Oh, die heeft ook dingen gepresenteerd. Um... Oh, wait, zij. Freak, een heel leuke meid met kort kapsel. Freak, man. Ik haat mijn leven. De mol was hier natuurlijk Rick van de Westerla. Was dat niet 2015? Of is het. Rick, nee, volgens mij is het. Was het dan 2017 of zo? als dit met. Ja, dit was wel met Kissegers. Daar zat Rick ook in. Was Rick dan de winnaar? Rick van der Westerlaken was de winnaar. Wie was toen dan de mol? Ik ben zo. Zo confused. Hier heeft Patrick natuurlijk ook in meegedaan. Eh, uh, Weten we. was die toen? Oh, wacht, 2012 weet ik weer. Want dat was Mark. Of uh... Nee, dat was niet Mark Marie. Hoe heette ze? Marie Jung. Annemarie. Anne-Marie... Ja, Anne-Marie Jung. Ik weet alleen toen niet meer wie je gewonnen heeft. Was dit dan Chris Zegers? Of uh... Nee, nee, die hadden we al. Dat was Margriet van der Linde. Margriet? Margriet Mar 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 is het dan? Margriet Mar van der Linde, ja. De hier heb je ook nog ergens die taken, Takema. Maar... taken. Alleen, ik weet niet hoe je dat schrijft. Dat was die hok hier. Peggy? Hoe heette zij, Peggy? Oh, oh, die was vierde afvallen. Wie was dat dan finalist ook? Jeroen, de kijkende vechter heeft natuurlijk ook eerder. Je hebt uh, Diederik Jekel. Uh, wie was toen met. Um, en uh, Jochem van Gelder. Maar Jochem was niet de mol, dat weet ik zeker. Jochem was de winnaar. Volgens mij. Nee. Was die dan. Jochem, dat was in Afrika. Dat weet ik weer wel. Jochem, nee. Freak man, ik ben zo slecht hierin. Uh, dat was niet hier. Ik weet dat hier waren allemaal vrouwen in de finale. Was dat dan 2013 misschien? Jochem? Was, nee, nee. Ik zou denken dat het 2017 of zo is. Misschien dat hij ook niet heeft gewonnen. Dat kan ook natuurlijk nog. Hm. Ja, oké. Okay, Jochem had niet gewonnen. Was, Diederik was volgens mij niet de winnaar. Diederik, Maar Diederik zat wel in dit seizoen. Diederik Jekel. Volgens mij ging hij vlak voor. Diederik. Nee. Jekel. Ja, wel. Oké, okay, ik kan alleen de, de naam niet schrijven. Maar. Dit is goed. Ik zit zo. Erg vast. Like. Ik weet nog wel heel veel namen. Maar ik kan ze niet benoemen naar. Die is de winnaar. Die is de mol. Die is. Oké, okay, ga alle mollen anders eens af. Um, ja, kut. John van Eert. 2010. Weet ik niet meer. Ja, dit was iets van een Frits. Of een Frits. Iets met een. F. Vreek? Nee, niet Vreek. Uh, Patrick dan? Ja, Patrick Stoof. Ja, oké. Okay. Annemarie Jong. Daarna, ik heb echt geen idee. Ik weet nog, uh, in 2012 speelde ik de, de, de Hives game van Wie is de Mol. En toen had ik gewonnen, want ik was de hele tijd Annemarie Jong onder verdenking. Maar 2013, ik kan me daar echt niks meer van herinneren. Dit is Joram van Gelder. Wie is de. Ken ik überhaupt nog mollen? <laughs> Zijn er nog mollen die ik ken? <laughs> Evenron. Uh, ja, toen ook eentje met Jamie. Dat is ook redelijk recent. Was dat hier ergens? Jamie? Ah, frick. Oh, hoe heet zij? Zij heeft ook in Penosa gespeeld. Um, Sigrid. Sigrid. Niet kaag. Niet kaag. En ik weet niet, weer niet hoe je het schrijft. Eh. Uh, Sigrid, die ging er redelijk. Uh, mooie meid die er redelijk vroeg uitging. Daarom heb ik het ook nog onthouden, omdat ze een mooie meid is, toch? Nee. Uh, Sigrid, ik dacht ook dat zij veel, veel eerder uitging. Ik weet niet hoe zij. Ja, haar naam spelt. Dit is zo gemeen. Want ik weet dat zij dat seizoen ook heeft meegedaan. Weet ik bijna zeker. Ik vind gewoon kut dat ik. Uh, Dave. Nee, hoe heet die cowboy? Kut Cowboy. John? Nee. Dat is wel zo'n soort naam. Ik weet echt precies hoe die eruit ziet. Ik kan het zo niet uitstaan. En Ellie lust. Wanneer was Ellie lust? Ellie lust was eten die is prima. Dat was met Tim Hofman, Taken Takema en zo. Alleen ook die. Volgens mij schrijf je dat gewoon Ellie. Wacht, Lust. Je mocht ook achternamen hebben. Oké. Okay. Lust? Nee. Lust was er niet als eerste. Ja, we kunnen het doen. Lust lust ja oké okay, derde afvaller. zie je wel het is mijn IE fucking fuck Take Takema? oké okay, we gaan gewoon even dit kopiëren ja oké okay, taketakema zie Wie had je toen nog meer dit was niet die met Jamie en zo wie was toen de mol dat was zo'n Merel Merel van de Westlaken eh uh, Merel ik denk is dat Jan is dat niet 2008? Jan Versteeg. Oké, okay, uh, wie was Stine? Oh, uh, de eerste was Mark. Sean uh, Mark. Sean Mark. Dat was dan de tweede. Sean Mark. Ja. Uh, oh, dat is de meme. Van. Tuurlijk, Ron Boshart. Uh, wie had je nog meer? Uh, ja. Ik, je hebt St Stine zat hier ook ergens. Stine? Stine. Nee, dan had je nog Simone. Die gingen ook vlak voor de finale uit, weet ik nog. Dan had je oké, okay, Oké. Okay? Ja. En dan had je. Hoe heet hij? Ik verdachte hem. Omdat ik niet wilde geloven dat Jan verstegend was. Het was iets van een Tim of zo. Zo'n soort naam, zeg maar. Uh, was het Tim? Nee, het was geen Tim. Het was ook geen Jan. Het was een, wel een, een logische mannennaam. Geen Klaas of zo. Nee. Was dit niet Frits? Frits. Frits Sissing? Nee. Nee, dat is langer geleden. Frits Sissing. Zou die dan. Frits. Frits. Hoe heet die ene van Boezuk? was zij toen niet de mol? Yvonne Jaspers? Yvonne Jaspers, ja. Ik weet, een van deze twee is Milushka. mi we hebben ook. Um, dat was hier ergens. Hoe heet die guy? Um, van heel Holland bakt. Die man. Die bakker. Zo Wee, we praat hij een beetje. Ja, je moet. Uh, dan zo, Nee, hij praat niet helemaal zo. Ik kan het niet nadoen. Maar. Um, oh, hoe heet die guy. Milushka zat ook in dat seizoen. Zou Milushka de andere. Milushka? Ik weet ook niet hoe je dat schrijft. Nou, nah, ik, ik ben echt de kutste man in de geschiedenis van Wie is de Mol. Like, official. Ik denk dat ik het hierbij ga laten, want. Ja. Hier, die was Milushka. Inge Iepenburg, tuurlijk. Kim Pieters. Oh, de winnaar. De winnaar was Frits Sissing. Arjen Lubach. Tuurlijk, Arjen Lubach heeft ook meegedaan. Dat wist ik. Oh, dat had ik wel kunnen weten. Edo, oké, okay. deze had ik oprecht niet. Hier zat. Oh nee, hier zat Peggy niet in. Vivienne, dat was die ik bedoelde. Kutzooi. Uh, Peggy was heel vroeg hier ergens dan, zeker. Peggy, ja, Peggy was hier ergens, ja. Frederik, Milushka, Muilen. Paul Rabbering, die heeft meegedaan. Wat de freak, oké. Okay. Sanne Vogel. Ik weet... Dat is niet... Is dat... Dat is niet van de sneer. Maar Ik heb Rob ook helemaal vergeten. Rob de K. Zo heette die ook. Oh, wat kut. Zo heette die guy. En hoe heette dan die Horace? Oh ja, Ellie Lust heeft natuurlijk twee keer meegedaan. Dat wist ik ook wel. Laxmi, Rocky. Ja, Splinter Shabot. Joshua Nolet. Uh... Arno, ja, Hila, Suzanne, Suzanne, nou, nah, ik, ik haat mijn leven, maar hoe heet die bakker, wacht, what the fuck, Iofone Kolderweer heeft hier al meegedaan, Wat de freak, oh, en Sigrid ten Apel was zonder de E, fucking, lulloos, ik haat ze, Ruben Heijn. dat was hem, oh, Sanne was de Vries, ja, Merel Westerink, die heb ik nog wel genoemd ook. Kutzooi. Rick Paul. Ja, en Nicky zat hier ook in. Oh, ik. Ik ga hier niet langer naar kijken, want dit doet fucking pijn. Victor Brand. Fucking leuke guy. Hoe kon ik het vergeten? Eh, uh, Sophie. Oh, Sophie van de Kunst is van waarde. Nou, kan ik het. Dat zeg ik. Ik moet hier niet naar kijken. Want ik word alleen maar depressief van deze lijst. Kun jij het nou beter? Ja, dan ben je het laat, want je hebt natuurlijk dit al gezien. Nou, uh, dit ging in ieder geval fucking slecht. Ik denk wel als ik gewoon alle namen die ik wist en ik hoefde ze niet uh, te noemen op wat ze waren, dat ik veel, veel meer had kunnen doen. Het, het is niet anders. Ik hou het hiervoor bij gezien. Vond je dit een leuke video? Ik niet. Dan beloof je dat met zo'n duim omhoog. Zo niet vertellen waarom. Misschien omdat ik niks kan. En uh, dan zien we jullie de volgende keer. Later.